Wij nemen allerlei dingen aan als menselijk, terwijl wij lijken veel meer op die dieren dan dat we denken. Dus dat antropomorfiseren is eigenlijk helemaal niet zo'n issue voor mij. Dan ziet hij gewoon verscheurde schapen en heel veel dode schapen ziet er liggen. Maar weet je wat het ergste wat je dan ziet? En dan word ik inderdaad die natuurmens. Dan zie jij schapen die aangebeten zijn. Dat leeft dan nog half. Dus dan moet er een dierenarts komen. En dan worden al die dieren die dan nog niet 100% dood zijn, die worden dan geëuthaniseerd. Nou, en dan sta je dan als boer bij. Dan heb je heel het voorjaar, ben je blij dat je zo'n mooie gezonde kudde hebt. En dan word je met zoiets geconfronteerd. Ik heb gezien wat je bij mij aan kan richten. Nou, dan kan Nederland zijn borst nog nat maken en dan gaat er heel veel gebeuren. Ja, maar er blijft natuurlijk overeind dat het gewoon wel natuur is, zo'n wolf. Het is geen natuur. Maar hoe bedoel je dat? Het is toch een beest? Ja, het is een beest. Als een beest zich in ons natuurlijk bestel van Nederland, in dat kleine landje, hè, dat we met z'n allen moeten verdelen. Ja. Als hij daar zijn eigen gedraagt, nou, dan zeg ik vooruit. Want ik ben een natuurmens en ik kan alles waarderen wat er in die natuur is. Ja, maar het is niet voor niks een beest. Dan kun je toch niet van een beest vragen of hij zich gedraagt? Nee, maar dan moet de mensheid erboven gaan staan. En dan moet Nederland maar eens zeggen van willen we dit? Ja, ja. Willen wij die wolf hier in Nederland binnen hebben? Nou, u ziet het. Na jarenlange afwezigheid is de wolf weer terug in Nederland. En de wolf komt binnen zonder kloppen. Menig mens wil de wolf graag terug omdat die wild is. Maar diezelfde wildheid mag de wolf er niet van weerhouden om zich te gedragen. En nu roept de vraag op, heeft Nederland de wolf eigenlijk wel genoeg te bieden? En zijn wij nog in staat om ons aan te passen? Zo ja, hoe moeten we dan naar de wolf kijken? Of misschien nog een moeilijkere vraag, hoe moeten we naar onszelf kijken? Hierover en meer gaan we vanavond in gesprek. En welkom ook aan u, beste mensen, in de salon van de Bali. Wat fijn dat u in grote getale gekomen bent in deze toch wat kleine ruimte, lijkt nu opeens. En wij zijn verder ook in heel goed gezelschap, want we zijn met Thijs Goldschmidt hier vanavond. Een waarnemer puur zang, die ons hopelijk veel kan uitleggen over die blik die nodig is. En hij is een waarnemer zowel als evolutiebioloog uiteraard, maar ook als gewaardeerd essayist. En we gaan, nou, de wolf is een goede reden, maar we gaan ook nog om deze reden met Thijs in gesprek. Want dit is de bundel Wolven op het Ruiterpad over mensen en andere roedeldieren die net verschenen is. Een bundel essays die we vandaag ook gaan vieren. Tegenwoordig beter bekend als Goldschmidt-variaties, begrijp ik. Waar Thijs op een vertrouwde manier inmiddels laveert tussen wetenschap en de kunsten. En tussen wel meer dingen, overigens. En de lezer onder meer bijbrengt dat cultuur vaak natuurlijker is dan we denken. Ik denk dat dit een goed moment is om Thijs een hartelijk applaus te geven. Excuus, ik bedoelde een daverend applaus. En Thijs, ik zou je graag naar voren willen vragen. Oh, dan was dit eigenlijk een goed moment geweest. Mag ik... Ja, Thijs Goldschmidt, welkom in de Bali. We hebben elkaar van tevoren veel gesproken, dus ik ga je tutoyeren. Maar dan weet men dat ook hier, dat bij de Bali niet alleen onbeleefde mensen werken. Welkom. De wereld maakte kennis met jou, dankzij jouw werk over de cycliden. Hè, de ecologische ramp die zich aan het Victoriameer voltrok. Een verhaal waar je misschien al veel over verteld hebt in je loopbaan. Een verhaal over extinctie, maar het is toch relevant. Omdat in de eerste gesprekken die ik met de uitgever voerde, toen we het over deze avond gingen hebben, zei Casper, Thijs is eigenlijk onze laatste essayist. Hij is... Ja. Ben je ook... Mijn redacteur bij Atheneum, Rob Zwedijk, die probeerde me ook op te beuren door te zeggen dat ik een van de laatste essayisten in Nederland was. En ik voegde daar toen aan toe, die schrijft over uitstervende dieren. Ja. Dus dat is wel heel treurig als het waar is. Dus, ja, misschien is dat meteen de sombere toon die we voor vanavond inzetten. Maar dat was een interessant gesprek, want we hadden toen over essayisten. En toen vertelde hij mij ook dat veel biologen die je waardeert, die zijn
aan de biologie begonnen vanwege ook een soort van taxonomische interesse. Die vonden het als kind al leuk om naar vlindertjes te kijken en die op soorten in te delen. En jij zei, ik was eigenlijk veel meer door de essayisten. Ja, ik was zelfs enigszins gefrustreerd door de echte NJN'ers. Mm-hmm. Wat zijn de NJN'ers? Leden van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Ja, die is inmiddels ook afgeschaft. Die beginnen meestal op hun vierde. En worden dan heel erg goed in het determineren van mollusken of vogels of mossen. En als je, zoals ik, op je 18e interesse voor gedragsbiologie krijgt, dan haal je ze eigenlijk nooit meer in. Nee. En dus het was een tactische keuze. Mijn interesse komt inderdaad eerder voort uit het lezen van boeken. En je zou zeggen dat is de vijand van het kijken. Ja. Dus dat is wel enigszins vreemd. En dat kwam door boeken van Nico Tinbergen, Spieden en Speuren. Of de boeken van Conrad Lorenz over mens en hond. Of vooral de essays van Dickie Lenius. Ja. En die maakte van die gekke sprongen van ja, de muziek van Thelonious Monk naar beeldende kunst en dan weer naar kikkers of padden. Ja. Dat sprak me heel erg aan, dat het niet zo vastzat in één hokje. Ja. Dus hij was eigenlijk iemand die tegen het specialisme was en zeker tegen het heel vroeg specialiseren. En dat heb ik denk ik goed onthouden en het sprak mij ook erg aan. En de manier waarop hij die verbanden zag, dat was een manier van waarnemen die jij je ook toe wilde eigenen? Of een iets wat je... Ja, ik vond het heel muzikaal. En ja. Hij heeft een bijzondere stijl. En hij dichtte ook. Ja. Onder andere een gedicht heeft hij gemaakt over een gierenkooi in een dierentuin. En later zullen we het nog hebben over dierentuinen. En die gierenkooi die was ontworpen voor een gier in de tijd dat er nauwelijks rekening werd gehouden met de wensen en behoeften van gieren. Dus dat was een heel klein kooitje, maar het was een hele goede architect. Ja. En op een gegeven moment werd besloten, wij kunnen niet een gier in deze kooi doen, maar we kunnen ook niet het gebouw afbreken. Ja. Het verblijf. Dus dat is nu een monument zonder gier. Zonder gier. Nou, over dierentuinen zonder dieren komen we misschien later nog te spreken. Maar iets wat Hilenius dus deed en wat ik denk dat de hele zaal wel met me eens zal zijn als ik zeg dat het iets is wat jij ook doet, is het doen vervagen van grenzen. Soms tussen natuur, cultuur, soms tussen wetenschap en de kunsten. Je bent voor sommigen dus kloven aan het dichten. En ik stel misschien nu een hele moeilijke vraag, maar in heel veel denktradities, of het is een heel hardnekkig reflex, is dat cultuur en natuur als elkaars tegenpolen ze doen zich voor als elkaars tegenpolen. En waarom houdt die tegenstelling volgens jou wel stand? Nou, niet helemaal. Mensen zijn natuurlijk uitgesproken cultuurdieren bij wie cultuur excessieve vormen heeft aangenomen. En wij lopen nog maar heel beperkt aan de leiband van onze genen, hoewel die natuurlijk belangrijk zijn, bijvoorbeeld in verband met je immuunsysteem of allerlei andere medische zaken. Maar niet zo lang geleden was hier een avond over een heel mooi boek van Rachel Carson, De Zee. En toen ging het ook... Rachel Carson, die ook bekend is van Silent Spring. Van Silent Spring, ja. En toen ging het ook over mensen die zich niet konden voorstellen dat ze ooit zoiets immens als de zee of de oceaan zouden kunnen beïnvloeden met hun gedrag. Dus het was eigenlijk nog een argeloze tijd, 1951, toen zij dat boek publiceerde. En ik zag allerlei mensen in de zaal en dacht, ja, zij bestaan voornamelijk uit zeewater. Ja. Dus, onze cellen die bestaan uit natrium, kalium, al die stof. In die zin zijn wij natuurlijk echt natuur, terwijl intussen iemand in staat is om de Goldberg-variaties te spelen. Juist.
En even over de titel van de avond is uiteindelijk geworden... De wereld als dierentuin. Maar dat kwam eigenlijk omdat jij een keer zei... volgens mij, of je stelde de vraag... verandert de wereld in een dierentuin? Dat zei in ook een van de gesprekken die we voerden. Weet ja, waarom je dat destijds zei? Ja, om jou te helpen. Ja. Ja. Nee, we waren aan het van gedachten wisselen over deze avond... en hoe dat interessante avond zou kunnen worden. En toen dacht ik aan een discussie over het bestaansrecht van dierentuinen. Want sommige dierenactivisten die zijn daar helemaal niet voor... dat die dierentuinen blijven bestaan. Tegelijkertijd heb je natuurbeschermers die daar wel voor zijn. Want eigenlijk is het... Kan het zo zijn, als het beheer van die dierentuinen goed wordt geregeld... dat in dierentuinen een soort reserve-exemplaren worden gehouden voor de wildpopulatie? Dus je hebt, je zou ze kunnen zien als een soort bankspelers die voorlopig zijn opgesloten... maar die op een gegeven moment kunnen worden ingezet om te kruisen met wilde exemplaren. Ja. En... In het verlengde van die discussie dacht ik... ja, maar eigenlijk nu wij zo ver zijn gekomen in Europa in ieder geval... dat we denken, misschien hebben dierentuinen in de oude vorm... in de koloniale vorm geen bestaansrecht meer... Is de wereld hardop weg te veranderen in een dierentuin... door habitatfragmentatie die overal plaatsvindt, waardoor allerlei... vroeger ongerepte en oneindig uitgestrekte gebieden... veranderen in vrij kleine percelen... waar beheerders van die percelen waarschijnlijk dingen moeten doen... die ze ook in dierentuinen zouden doen... met kruisingsprogramma's voor bedreigde dieren. Ja. Dus ik vond het als stelling waar ik geen antwoord op heb... Als een echte misschien de moeite waard om over te bespiegelen... verandert de wereld in een dierentuin. Ja, en die versnippering van het landschap... en de versnippering van de leefomgeving... die wordt, of bijna geen enkel ander dier... kan die zo mooi onder de loep leggen op dit moment als de wolf. Die ons confronteert met hoe onze leefomgeving versnipperd is. Ja, er zijn wel meer dieren die dat zouden heel kunnen. Goed kunnen. Bijvoorbeeld de tijger, de Bengaalse tijger... waar Emma Venhuizen over heeft geschreven. Onlangs stond er een heel mooi artikel in NRC Handelsblad... over haar verblijf in Nepal. En dat ook dat gebied van die tijgers raakt versnipperd. En, ja. Het is eigenlijk overal aan de gang. Lang geleden schreef... Amitav Ghosh, een Indiaanse schrijver, een boek, The Hungry Tide. Dat gaat ook over natuurreservaten in India... waar het behoud van de tijgers centraal staat. En op een zeker moment kwam er een hele vluchtelingenstroom uit Bangladesh. En die stroomde dat gebied van de Sundarbans in Zuid-India binnen... En hoorde daar, ja, maar de tijger, dat is een hele belangrijke reden om dit gebied in stand te houden. En mensen hebben daar geen plek. Waarna sommige vluchtelingen verzuchten, zijn wij dan minder belangrijk dan een tijger? Dus die versnippering van die leefgebieden voor zo'n groot zoogdier als de tijger, dat is overal aan de hand. En... De grote aantallen mensen en ook vluchtelingenstromen... zullen een voortdurende bedreiging vormen voor dat soort restpopulaties... van zeker grote landzoogdieren. Ja, nou, gelukkig hebben we het genoegen dat Gemma Venhuizen van het NRC... ook vanavond hier met ons is. Dus we gaan hopelijk over die parallel ook verder komen te spreken. En ik wilde nog even ook het boek in de hand nemen, de vragen... waar we hier naar kijken als we naar de voorkant van het boek kijken. Ja, ik vind het zelf een wat ongemakkelijk omslag. Ik weet niet of ik er graag naar kijk, maar dat is de reden dat het omslag is geworden. Het is een man die mij ietsje
onaangenaam aandoet. Misschien doe ik hem daar onrecht mee. Het is een beroepsmilitair, paratrooper, een Duitser, die gewend is aan strikte hiërarchie. En die na zijn carrière als militair heeft besloten om zich te gaan bezighouden, heel intensief, met het bestuderen van het gedrag van wolven. En in Saarland heeft hij ook allerlei wolvenpuppies met andere mensen weten op te kweken. En hij heeft zich opgewerkt of ervoor gezorgd dat hij de alfaman is. Als vrijwilliger. Van een roedel. En hij kruipt over de grond met vlees in zijn bek. En er staat niet toe dat andere wolven ondergeschikten dat afnemen. Behalve als ze hem gunstig stemmen. En daar is de wolf op dit omslag volgens mij mee bezig. Het zou kunnen dat hij een stuk vlees in zijn mond heeft. En dat hij of zij dat eruit probeert te halen. Maar er ligt zeker een hertenbot op zijn knie dat de wolf, waarvan je toch kunt denken, niet helemaal een ongevaarlijk zoogdier, die zou dat zo kunnen pakken. Ja. En dat gebeurt niet. En dat vind ik spannend in zo'n omslag. Van, het staat ook enigszins symbool voor wat er in de rest van die, of in een aantal stukken in dat boek gebeurt. Wie gaat het eigenlijk winnen? Die dominante mensen of toch andere organismen? En ook een misschien wel, misschien virussen. Ook misschien wel enigszins krankzinnige poging van die mens, maar om steeds daar dominant uit de race te komen. Of het is in ieder geval ook een vrij absurd beeld, dit. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat laten we dan open. Op een vorige bundel stond een kalkoen en op een andere een dwergkameleon op een duim. Maar een militair met een wolf had ik nog niet. Die spaarden we nog. Nou, Thijs, ik wil je ook heel graag vragen nu Een korte verhandeling te houden over de wolf in Nederland. In 1894 schreef Rudyard Kipling de Jungle Book. En daarop baseerde Walt Disney deze film, die ook zo heet. Uit 1967 is die. Mowgli, het mensenkind dat als baby door de panter Bagheera te vondeling wordt gelegd bij een wolvenroedel, speelt haast als vanzelfsprekend de hoofdrol in die film. En ook is het niet toevallig dat een solitaire panter die zich het lot van Mowgli aantrekt, de baby in een mandje aflevert bij de roedel van de wolvin en de wolf, die jongen hebben, zoals u hebt gezien. In navolging van Kipling hadden Disney en zijn medewerkers de overeenkomst in sociale structuur tussen een wolvenroedel en een traditioneel mensengezin gebruikt voor het verhaal. Nou, de vermenselijking van wolven in Disney's films, die heeft nog enige grond, maar dat geldt eigenlijk niet voor de andere dieren, al spelen ze hun respectieve rollen met verve. Ze vertegenwoordigen een scala van persoonlijkheden, van betrouw, sociaal en empathisch, tot sluw en onbetrouwbaar aan toe, maar echte dieren zijn het niet in die film. Baloo, de lieve beer, spreekt, zingt en danst. En ook de apenkoning, een orang-oetan-achtige verschijning, zingt en danst op What a Wonderful World van Louis Armstrong. Hij bekent Mowgli dat hij niets liever wil dan op Mowgli lijken. Dat wil zeggen op een mens, wat ik vrij ongelooflijk vind. Een sprekende orang-oetan, wat bosmens betekent in het Maleis, laten zeggen dat het zijn grootste wens is op een mens te lijken. Dat is, besefte ik, antropocentrisme in het kwadraat. Ik ben ooit, lang geleden, vrij strak opgeleid bij de Leidse gedragsbiologen of ethologen, zoals ze toen heten, in de geest van, ik vertelde het net al, Nico Tinbergen. En daar was het projecteren van menselijk gedrag en eigenschappen op dieren echt taboe in die tijd. Juist om te voorkomen dat je in plaats van het dier te leren kennen, in het gunstigste geval iets over mensen, inclusief jezelf, te weten zou komen. In Arnhem, bij Burgers Dierenpark, daar deden ze het anders. Daar hadden Jan van Hoof en Frans de Waal chimpansees namen gegeven als Jeroen, Nikki, Mama of Luid,
terwijl ze in Leiden waarschijnlijk zouden zijn aangeduid met A, B, C en D of 1, 2, 3 en 4. En daar werd serieus over gepraat in de koffiekamer. Ik ben ook benieuwd om straks te horen hoe Martin Brandsma, onze klapekster, specialist en beeldend kunstenaar, dat doet met zijn klapeksters. Heten die 1, 2 en 3 of Henk, Lieselot en Jan Willem? Ik ben daar benieuwd naar wat je daar straks over te zeggen hebt. Ik weet in ieder geval dat Martin Brandsma de klapeksters tekent om individuele verschillen tussen die vogels op het spoor te komen en vast te leggen hoe elke vogel een eigen persoonlijkheid heeft. Als ik naar een klapekster kijk, ben ik al blij als ik hem herken en denk, hey, klapekster. En dan kijk ik nog even en loop door. Maar hij kent tientallen klapeksters individueel. Even terug nog naar Jungle Book. Op een zeker moment in de film wordt Mowgli aangevallen door Shere Khan. De sluwe tijger die spreekt als een bekakte Britse gentleman. Er lijkt weinig hoop dat Mowgli zal overleven. Maar dan slaat de bliksem in en is er ineens vuur. Mowgli, door wolven grootgebracht, kan niet zelf vuur maken, maar maakt er wel efficiënt gebruik van. Antropologen zouden zeggen een fire user, geen producer. Mowgli pakt een brandende tak en gaat de tijger daarmee te lijf, het enige waarvoor die tijger bang is. Adoptie van een mensenbaby in een wolvenroedel en vuurbeheersing spelen dus allebei een rol in dat verhaal. En in dat opzicht is het zeker een goed gedocumenteerde film. Maar hij is naar mijn idee desastreus antropocentrisch. Ik denk trouwens niet dat dat op kinderpartijtjes waar die werd vertoond een bezwaar zal zijn gevonden. In 1967 was een vanzelfsprekende antropocentrische houding nog algemeen aanvaard. Al was Silent Spring, het boek werd al even genoemd, het alarmerende boek van Rachel Carson, enkele jaren eerder, in 1964, verschenen. En dat was het begin van verzet tegen die menselijke dominantie. Nog weer later, in 1979, vond de conventie van Bern plaats, waar op Europees niveau democratisch werd besloten, en dat zou ik willen zeggen tegen die meneer die in de uitzending van Pauwnet werd geïnterviewd, de schapenhouder. Er werd dus democratisch besloten tot de bescherming van talloze Europese plant- en diersoorten, inclusief delen van hun habitat. Even kijken. Ook de Europese grijze wolf, Canis lupus, valt onder die beschermingsmaatregelen. Het bejagen of vangen in vallen van wolven is sindsdien wettelijk streng verboden. Kennelijk waren er in Europa, tot mijn grote vreugde, voldoende mensen bereid wolven voortaan te respecteren en te erkennen dat ook zij recht van bestaan hebben, op zijn minst. En ook in Nederland is dat actueel geworden, al zal daar nog moeten worden gezocht naar manieren om het samenleven van mensen, vee, honden en wolven vorm te geven. Zoals ook uit dat filmfragment wel bleek. Terwijl een meerderheid in ons land daartoe bereikt lijkt te zijn, zijn er ook nogal wat tegenstanders. En onder hen bevinden zich, niet vreemd, veel schapenhouders en veeboeren die vrezen voor hun dieren. Moet ik hem ergens op richten? Ja, de volgende. Nou, dit is een akelig gezicht. Links een door een wolf gedood schaap en rechts een moeflon in Park de Hoog Veluwe. Was waarschijnlijk door mensen die gratis naar binnen wilden een gat in het hek geknipt. En daar was waren niet alleen mensen, maar ook een wolf doorheen geglipt. En die greep een moeflon. En in het natuurlijke habitat van de moeflon, de bergen, zou zo'n dier de bergen in zijn gevlucht of een rots op zijn gevlucht. Maar dat is moeilijk te vinden bij Krullermuller. Ja, misschien een beeld van Dubuffet. Maar
In ieder geval is duidelijk, de terugkeer van de wolf in Nederland geeft spanningen, onvermijdelijk, omdat de belangen van schaapherders en andere veehouders niet altijd gemakkelijk te combineren zijn met de wensen van natuurliefhebbers en professionele natuurbeschermers. En dan zijn er ook nog best veel tegenstanders die de wolven niet willen, gewoon omdat ze er bang voor zijn. Het is misschien wel goed om te zeggen dat maar een hele kleine fractie van de schapen die gedood worden in Nederland door wolven worden gegrepen en verreweg het grootste deel door gevaarlijke honden. Ik denk met Martin Drenten, een bioethicus aan de Radboud Universiteit en schrijver van een boek wat ik erg goed vond, Hek heet het, dat het van groot belang is te zoeken naar nieuwe omgangsvormen. Eindelijk verandert de houding ten opzichte van ecosystemen en organismen die daarin hun uiteenlopende rollen spelen. Van plant tot planteneter, van aaseter tot grazer en niet te vergeten de toproofdieren die weer leven van die grazers. Zelfs als die toproofdieren, zoals wolven of beren, een zeker gevaar zouden inhouden voor mensen, hun huisdieren en vee, zijn steeds meer mensen bereid om dat gevaar te accepteren. En dat zal wel wennen worden voordat Nederlanders zover zijn als in landen waar wolven en beren nooit helemaal verdwenen zijn. Het lijkt alsof daar echt een andere houding is. In Kroatië bijvoorbeeld schijnen sommige schapenhouders zich te schamen als er dieren uit hun kudde gegrepen worden door een wolf. Want dat betekent dat ze eigenlijk onvoldoende preventieve maatregelen hebben genomen. En dat was voor mij wel een nieuw woord, de schaapschaamte. In 1989, de volgende graag, viel zoals iedereen weet de muur tussen Oost en West, die in 1961 was gebouwd. Duitsers konden voor het eerst in 30 jaar weer vrij van het voormalige Oost-Duitsland naar West-Duitsland reizen en vice versa. En in datzelfde jaar, 1989, verwijderden de Oostenrijkers het hek op de grens van Hongarije, waardoor wolven en ook beren Tirol konden binnenwandelen. Er leek een periode aangebroken van vallende muren en hekken. Een niet ongunstige ontwikkeling voor de biodiversiteit, maar mogelijk zijn er ook bezwaren. Want de val van de Berlijnse muur en in één moeite door van andere muren en hekken had zeker niet alleen gevolgen voor mensen, maar ook voor talloze andere organismen, inclusief de wolven. Gestaag, generatie na generatie, verspreidden de wolven zich in noordwestelijke richting door Duitsland, ook richting Nederland. En zo steeg daar het aantal roedels in 2 decennia van 0 tot de huidige circa 125. En vooral in de omgeving van Berlijn en op de Lüneburger Heide, daar oefende vroeger onze NAVO-troepen. En ik weet eigenlijk niet of ik nu moet zeggen dat ik hoop dat ze daar weer aan het oefenen zijn. Want voor de wolven zal dat slecht zijn, maar voor de mensen misschien nodig. En daar concentreerden zich echt veel wolven en bezorgden daar schaapherders steeds slapeloze nachten. Angst voor wolven, die volgens de christelijke traditie de duivel in vermomming representeerde, komt behalve onder schaapherders en veeboeren ook voor bij jagers. Zij beschouwen wolven, ook niet geheel ten onrechte, als directe concurrenten. Jagers en wolven die zitten achter dezelfde prooi aan, zoals herten, reeën, everzwijnen en hazen. In feite zijn jagers gewapende primaten die in talloze wolfloze ecosystemen met graagte de honneurs van de wolven waarnemen. En die hadden ze eerder zelf met veel ijver uitgeroeid. Tegenwoordig blijven de jagers de populaties van hun begeerde prooien liever zelf reguleren dan dat over te laten aan de teruggekeerde wolven. Opmerkelijk vind ik dat ze daarbij grif gebruik maken van jachthonden, en dat zijn nota bene verre nazaten van wolven. En ik kan het eigenlijk niet laten met mijn belangstelling voor evolutie om iets te zeggen over het ontstaan van honden uit een waarschijnlijk uitgestorven tak van wolven. Ja,
echte essayisten laten geen foto's zien, want die roepen beelden op door middel van woorden. Dat is een nobel streven. En onderzoekers laten juiste afbeeldingen zien, maar die zijn vaak ingewikkeld. En ik heb besloten een onjuiste afbeelding te tonen, omdat die in één keer duidelijk maakt wat er aan de hand is. Dus die wolf, dat is dan een andere wolf dan hier staat afgebeeld. Maar door kunstmatige selectie en ook een fenomeen als zelfdomesticatie is waarschijnlijk die wolf ontstaan uit een uitgestorven tak van wolven. Die hond ontstaan uit een uitgestorven tak van wolven. Dus een van de ideeën is zelfdomesticatie. In een tijd dat er nog geen steden waren, zelfs geen dorpen, alleen maar nederzettingen. Tienduizenden jaren geleden waagden, is het idee, wolven zich steeds dichter bij die nederzettingen in de hoop op voedsel. En de mensvriendelijkste wolven zullen daarbij het succesvolst zijn geweest. En zo zou er een soort van zelftemming plaatsgevonden kunnen hebben. Maar er is ook een ander idee over de oorsprong van die honden uit de wolf. De volgende graag. Dat is een idee van Pat Shipman, een Amerikaanse antropoloog. Ze heeft er onlangs een nieuw boek over geschreven dat in Nature werd besproken. En zij heeft het idee dat 30.000, misschien wel 40.000 jaar geleden in het gebied wat nu Europa heet, vroege mensen gebruik hebben gemaakt van wolven. Dus wolven zouden bijvoorbeeld mammoeten en wiesenten achterna hebben gezeten en hebben uitgeput. En vervolgens zouden die exemplaren van sapiens met speren of ander wapentuig zo'n groot zoogdier hebben gedood, hebben meegenomen wat ze het meest begeerden, waarschijnlijk spier, biefstuk. En misschien onbewust lieten ze die karkassen liggen, waardoor de wolven beloond werden en een volgende keer graag weer meedeed. Dat is ook eigenlijk een heel, heel mooi idee over het ontstaan van honden uit wolven. Ja, hier moet ik nu iets opbiechten, vrees ik. Ik wil het toch graag doen. Die ideeën over de evolutie van wolven, ook door het lezen van een boek van Brian Sykes, een geneticus uit Oxford die over het ontstaan van de honden heeft geschreven, hield me bezig toen ik vorige zomer in een dorp in Waterland bij Amsterdam op een hond paste. En het was een kruising tussen labrador en een poedel. En terwijl ik over dat samen jagen piekerde, begon ik me steeds schuldiger te voelen als ik met de hond in de tuin zat te eten en haar niks gaf. Het teefje was jong en wat onstuimig, maar wel opgevoed. Ze bedelde niet en bleef op ongeveer anderhalve meter van de tafel zitten, voornamelijk schuinweg de lucht inkijkend, alsof het voedsel dat hap voor hap in mijn mond verdween haar geen fluit interesseerde. En dat begon bij mij echt steeds meer te knagen. Zat ik daar, decadent exemplaar van sapiens met overgewicht, als resultaat van de eens zo vruchtbare samenwerking tussen onze verre voorouders en wolven? Was ik dan niet verplicht mijn voedsel met haar te delen? Tit voor tat. Ik begon haar wat toe te stoppen, bij wijze van wiedergutmachung. Eerst alleen het laatste hapje, maar in de loop van enkele weken steeds meer. Varkensvlees eet ik eigenlijk zelden of nooit, maar op zeker moment bakte ik om de smaak van mijn vega-burgers voor de hond wat aantrekkelijker te maken enkele reepjes ontbijtspek mee. Dit viel in goede aarde. Onze band werd inniger. Nog voor het eind van de vakantie had ik het teefje veranderd in een agressief bedelende hond die net als een ondergeschikte wilde wolf haar deel van het voedsel opeiste. Was zij soms niet een kilometer of vijf meegelopen naar de supermarkt om boodschappen te doen, de hedendaagse vorm van samen jagen? Dominante wolven, dat wist ik niet, maar dat las ik bij Sykes, die delen hun voedsel als ondergeschikte dieren grommend hun deel opeisen. En dominante honden schijnen dat meestal niet te doen. Had ik een welopgevoede hond,
in korte tijd in een wolf veranderd, kon ik toveren. In een paar weken tijd had ik 30.000 of meer jaar evolutie teruggespoeld. Inmiddels voelde ik me niet meer schuldig tegenover het teefje, maar wel tegenover haar eigenaar, van wie ik vrees dat zij hier in de zaal zit. Bovendien had ik me bepaald niet gedragen als een goed afgerichte Tinbergen-etoloog die geen menselijke gevoelens op honden projecteert. Had ik de Leidse etologen, die me zeer dierbaar zijn, verlogend? Met het oog op de wilde wolven in Nederland lijkt het me wel van groot belang om ons zoveel mogelijk in wolven en hun leefwereld te verplaatsen. Anders komt er van min of meer vreedzame coexistentie van mensen en wilde wolven, vrees ik, weinig terecht. De volgende. Ja, dit is de staart van het hondje. Zij wil anoniem blijven. De volgende graag. Er bestaat een Duits boek van Eduard Zborzil uit 1866. Er staan dus geen foto's in dat boek. En dat werd in het Nederlands vertaald. De kunst om honden te dresseren naar een gemakkelijke en nieuwe methode, bevattende grondige handleiding om zonder hardheid allerlei soorten van honden af te richten tot de onderhoudendste kunstjes. En op de omslag staat ook in samenwerking met Kennel Hollandia uit Rotterdam. Dat mag ook wel eens gezegd. Dit is dus de hondenpyramide, sorry. Dat zou je met een wolf nooit kunnen doen. Maar met die variatie in grootte van de honden kan dat dus wel. De volgende is een hond die heeft leren spinnen. Schapenwol heeft leren spinnen op zijn, door op zijn achterpoten te staan. En ik denk dat veel schapenhouders ook zouden willen dat de wilde wolven in deze richting werden gekneed. De volgende graag. Hebt u enig idee waarnaar u kijkt? Ja, dus deze herdershonden hebben maandenlange training gehad. En een hond die op de poes afschoot was gezakt. Andere honden waren geslaagd. Dit zou je met wolven kunnen doen, maar dat moet je natuurlijk niet willen. Wilde wolven eindeloos trainen totdat het gedrilde herdershonden zijn. De volgende graag. Hekken en rasters plaatsen, dat is een veel realistischer mogelijkheid. En die wordt ook uitgebreid besproken in allerlei artikelen en debatten. De volgende graag. Heel wijd. Dit is ook nog een mogelijkheid. Het inzetten van de karabash. Deze lijken bevriend, maar vaak in Kenia worden de Turkse karabashhonden ingezet om grote kuddes te bewaken. En die vallen cheetahs aan en houden ze op afstand. En je zou denken dat is het de oplossing voor Nederland, maar dat is het niet, want die karabash zijn zo gevaarlijk dat ze veel gevaarlijker voor mensen zijn dan wolven. De volgende. Wijdverbreid is de angst voor brutaler, steeds opdringeriger wolven die ook de bewoonde wereld inkomen. Ik verwacht eigenlijk niet dat stadswolven binnen afzienbare tijd een groot probleem zullen vormen, al weet je het natuurlijk nooit zeker. Dat ze zich vervolgens zullen ontwikkelen tot een nieuwe hondenspecies 2.0, die ik wat voorbarig al eens Canis Finex doopte, is nog onwaarschijnlijker. Want als ze even kunnen mijden, wolven, mensen. Ze hebben voorlopig een voorkeur voor vrijwel mensloze gebieden. Mensen zullen hun gedrag moeten aanpassen om onnodige conflicten te voorkomen. Wilde prooien van wolven die passen hun gedrag vermoedelijk zelf al aan. Ze hebben daar geen aanmoediging of disciplinering voor nodig. Reeën en herten bijvoorbeeld, die zullen zich op open plekken die ze gewoon waren te begrazen, minder veilig voelen zodra er wolven in de buurt zijn. En uit angst zullen ze geneigd zijn die plekken waar ze extra kwetsbaar zijn te mijden, waardoor jonge boompjes kans krijgen te groeien en allerlei andere planten kunnen gedijen. En dat weer heeft weer effect op de hoeveelheid en diversiteit aan vlinders en andere bestuivers.
Het effect van de aanwezigheid van wolven op lokale ecosystemen kan ingrijpend zijn en een hele waterval of cascade van reacties teweegbrengen. Het is eigenlijk een originele vorm van tuinieren wat er te gebeuren staat, met angst als hovenier. In plaats van hekken of afrasteringen te plaatsen, opdat grazers jonge boompjes niet opeten, doet de angst voor wolven vanzelf zijn werk. En een bekend voorbeeld, waarschijnlijk kennen veel mensen dat voorbeeld wel, van zo'n reeks effecten is de terugkeer van wolven in Yellowstone National Park. De aanwezigheid van wolven, die werd zwaar bevochten, de herintroductie vond uiteindelijk in 1995 plaats, die beïnvloedde het gedrag van elanden. De volgende graag. Ziet iemand iets vreemds? Dit is namelijk geen Amerikaanse eland, want daar staat copyright op. Dus dit is een Noorse eland. Maar goed, het is vrijwel net zo'n beest. Dus bang en voortdurend alert nemen elanden in Yellowstone minder tijd dan vroeger om jonge wilgen stuk te knagen. Met gunstige gevolgen voor de bevers die wilgen eten. En daar zijn er tegenwoordig veel meer van dan vroeger, met effecten op het aantal dammen in de rivieren. Daardoor nam de stroomsnelheid van het water af, met weer gevolgen voor de zalmen. Wie had ooit gedacht dat herintroductie van wolven gevolgen heeft voor de hoeveelheid wilgen en dus voor bevers, zalmen en andere aquatische dieren? Ik vroeg me ook af of je omgekeerd door zalmaantallen te tellen zou kunnen voorspellen hoe het gaat met de wolven. Maar ik denk dat dat voorlopig nog wat hoog gegrepen is. Maar wel zeker is dat dergelijke effecten die als een waterval door ecosystemen klateren in Nederlandse natuurreservaten ook staan te gebeuren. Denk alleen maar aan de karkassen van wilde prooien die wolven zullen achterlaten. Daarop komen onder andere raven af die op eigen kracht een intact karkas moeilijk zouden kunnen openpikken of wrikken. Ze profiteren dus van het zware werk dat de wolven voor ze doen, met waarschijnlijk gunstige gevolgen voor hun toekomstige aantallen. Angst als hovenier zal zeker niet voldoende zijn. Mensen zullen ook hun gedrag moeten aanpassen door met de wensen en eigenaardigheden van de wolf rekening te houden. En er zullen rasters en hekken moeten worden geplaatst om schapen en ander vee te beschermen. Ik ben er erg voor om de schapen- en veeboeren daarbij ook financieel te steunen. De val van de muur heeft dus indirect tot gevolg dat er in Nederland weer talloze muurtjes en hekken geplaatst zullen worden. En ik vind dat op de een of andere manier toch typisch Nederlands. Het is van groot belang de wolf als wolf te leren zien in plaats van als een mens dat zich aan de regels heeft te houden. Dus om onze neiging tot antropomorfisme in toom te houden. De beeldend kunstenaar David Klaarbout deed enkele jaren geleden een briljante poging om een beeld te scheppen van dieren zonder te antropomorfiseren. Hij maakte met een heel team van medewerkers een nieuwe variant op Jungle Book van Walt Disney, The Pure Necessity. De getekende dieren in de film van Klaarbout gedragen zich min of meer zoals ze zich in de natuur zouden gedragen. Ze zijn niet volgepropt met menselijke eigenschappen zoals in The Jungle Book. Ze spreken geen mensentaal, dansen en zingen niet. Er is geen plot. En Mowgli, het mensenkind, speelt geen hoofdrol, maar een klein bescheiden bijrolletje. Ik wil ook graag, al is dit geen boekpresentatie, de redacteuren van Atheneum, Polak en Vergennep heel erg bedanken voor hun enthousiasme en steun. Sander van Vlerken, Rob Zweedijk, Laura Spijkers, Casper Bokweg hebben me bijgestaan en ook alle redacteuren van NRC Handelsblad, van wie er een aantal tot mijn grote vreugde aanwezig zijn. Joyce Roodnat, Ellen de Bruin, Hendrik Spiering, Paul Steenhuis en er zijn vele anderen die ik niet allemaal zal noemen. En dan een groot aantal vrienden en vriendinnen die vele versies van verschillende stukken in het boek hebben gelezen en mij altijd tot steun zijn geweest.
zoals Mark Ruigrok, René van Stipriaan, Roy Villevoix, die ook met de Katerna heeft geholpen, een eindeloos werk, en vele anderen die ik hier nu niet kan noemen. Ik geloof dat iemand van de Bali ook heeft twee fragmenten naast elkaar heeft gezet van de Jungle Book en Klaarboud als afsluiting. Dank allemaal. Je zit wat verder in de tafel. Ja, dankjewel. Het klopt inderdaad, Lin van de Bali heeft ook nog de dingen aan elkaar geplakt. En daar komen we later op, want we gaan het specifieke onderwerp van antropomorfisme nog heel even parkeren. Voor nu wil ik graag twee mensen naar voren vragen. Gemma Venhuizen, je naam is al gevallen. Haar naam zult u herkennen. En podcastluisteraars zullen haar stem ook herkennen van de zeer te waarderen en zeer aan te raden podcast Onbehaarde Apen, de wetenschapspodcast van NRC. En we kennen je ook gewoon als geoloog en als biologieredacteur van NRC. En je hebt verschillende boeken op je naam staan. Dus ja, goed, vul maar aan. En Thijs een groot liefhebber van Thijs. Ja. Een groot liefhebber van Thijs. Dat karakteriseert ons bijna allemaal hier. Zeker na die prachtige lezing van zojuist. En een andere Thijs wil ik graag voorstellen nu. Thijs de Zeeuw. Landschaparchitect. Studeerde in 2011 af aan de Academie van Bouwkunst. Ontwierp vele dierenverblijven in Artis. De olifantensavanne bijvoorbeeld. Maar ook nog andere, daar komen we zo over te spreken. En ontwerpt nu als zelfstandig landschaparchitect veel voor the non-human, voor niet-mensen. Op dit moment nog steeds architect in residence bij Arkam. Nee. Niet meer? Nee. Niet meer. Maar wel richtte jij kort geleden ook een platform met wat collega's op, Zoo of the Future. Ja, dat nog steeds. Misschien over de evolutie van de dierentuin kunnen we nog verder spreken. Maar voor nu, hartelijk welkom en misschien een applaus. Ja, en het filmpje van helemaal aan het begin, die riep al heel veel vragen op. De lezing van Thijs, met alle verbanden, die roept nog veel meer vragen op. Maar ik was alvast benieuwd, die terugkeer van de wolf in Nederland. Zien die ook een soort van roedelvorming bij de mens, sinds die terug is? Dus je hebt de enthousiastelingen die de wolf ophemelen. En de schaaphoeders, als genoemd, maar... Ik zie hier al een hele roedelvorming. Ja, wat zien we zijn voor de... toch ook allemaal mensen die geïnteresseerd zijn in de wolf. En wat je zegt, er zijn pro-wolf roedels en anti-wolf roedels. Maar die mensen die klonteren wel samen. Die klonteren wel samen. En zoals Thijs ook al zei, en hij noemde ook al het boek Hek van Martin Drenten. De wolf legt ook bepaalde denkpatronen bloot. Dus het laat ook bij ons zien hoe wij over natuur denken. Je hebt de mensen die de wildernis in herkennen, de ongereptheid en misschien wel ook de afwezigheid van de mens daarin. En aan de andere kant heb je mensen die meer de natuur en de status quo heel erg waarderen en denken van liever niet, misschien. In die zin is de wolf ook een beetje een politiek symbool aan het worden misschien voor de toekomst van de natuur in Nederland? Nou ja, wat ik interessant vind aan de wolf is dat hij ons dwingt te heroverwegen van wat is nou natuur in Nederland? En zoals die boer ook zegt, ja, die heeft het over zijn weilanden als natuur eigenlijk. Vooral de stedeling heeft het vaak over de wilde natuur. De Oostvaardersplassen is dat natuur, er staat een hek omheen. Die wolf is vanzelf gekomen. Dus het is ook een soort van succes van ons natuurbeleid, zou je misschien kunnen zeggen. Ja. Dus het dwingt ons te heroverwegen van accepteren wij wilde natuur, dat Nederland wild kan zijn. En dat is natuurlijk heel fascinerend. Ja, want die schapenboer in het begin, helaas nog steeds anoniem, die zei dan bijvoorbeeld van Nederland moet zich nu vragen, willen we dit wel? En is het eigenlijk nog wel een kwestie van willen? Dat is, ik denk dat daar... Er komt natuurlijk ook een hele hoop angst bij kijken. Hè? Angst voor het onbekende. Er is een nieuw dier, of nou ja, in ieder geval een dier dat wij nooit zo live dichtbij hebben meegemaakt. Dat komt onze kant op. En dan weet je niet van wat gaat dat doen? Hoe dichtbij komt de wolf? Neemt die
Sommige mensen zijn ook bang dat er roodkapje taferelen ontstaan. Ja, dat er ook kinderen worden gegrepen. Die angst die zorgt ook wel voor polarisatie. En misschien dus ook inderdaad voor het politiek maken van het fenomeen. Maar als je veel verder terug in de geschiedenis gaat. Ik bedoel, de wolf is in die zin niet helemaal nieuw. En was in de Romeinse tijd bijvoorbeeld juist best wel ingeburgerd. Ja, het is daar ook een beetje mee begonnen in de Romeinse tijd natuurlijk. Ja, Romulus, Remus, ja dat eigenlijk... De wolf veel te danken, laat ik maar zeggen. Ja, dus in die zin was de wolf destijds, werd ook wel als held gezien en had een soort vrij onschendbare status. Ja. Mocht niet op wolven worden gejaagd, bijvoorbeeld. En pas later, toen kantelde dat beeld en had je juist grote wolvenjachten. Werden wolven zelfs wel eens in mensenkleren aan de galg opgehangen om een toonbeeld te stellen van ze horen hier niet. En ja, die twee kanten van de wolf als natuurlijke inwoner van Nederland en als indringer, die komen op dit moment samen. Ja, dat heeft nogal eens gefluctueerd hier. En nu zien we weer die fluctueringen. En merken we nou, want Thijs had het natuurlijk over bijvoorbeeld Yellowstone Park werd genoemd als voorbeeld. Maar ook best wel een grote stroming ecologische denkers die hier ook best wel veel potentie in zien in de wolf. Die zien een sleutelrol weggelegd voor de wolf om opnieuw wilde natuursystemen meer zelfstandig te zijn, te heractiveren. Is die stroming nu een beetje hoogtij aan het vieren? Of vechten die tegen elkaar? De hele rewilding-beweging, die zijn natuurlijk super blij met die wolf. Ja. Want die is een soort van belichaming van natuurlijke processen. Er zijn misschien wel een paar kampen te onderscheiden. We zijn natuurlijk ergens ook wel comfortabel gewend geraakt aan het feit dat natuur ons nodig heeft. We hebben de boel zo vernacheld dat die bijna niet meer kan bestaan zonder ons. En nu is er een dier die ons eigenlijk helemaal niet nodig heeft. Sterker nog, wij moeten ons aan gaan passen aan dat dier. Dus dat wringt. En dat wringen vind ik heel erg interessant. Leuk. Ja, waar het wringt. Ja, dus dan moeten we toch weer die vragen stellen. Wat is natuur nog in dit land? En die hebben we tot nu toe nog nooit beantwoord. En Thijs, jij zegt dat je er best wel van geniet dat het wringt. Dus ik merk al, ondanks dat jij veel hokjes hebt ontworpen, dat je niet in een van die hokjes past van die natuur. De herwilderaars en anderzijds de klassieke rentmeesters. Ik vind het herwilderen natuurlijk wel heel erg interessant. En dat speelt, dat heeft zich eerst heel erg ontwikkeld rond het introduceren van die grote grazers. Hè. Dus dat was het ontbrekende schakel. Zoals ik ben in de Oostvaardse Plassen. Ja, in de Gelderse Poort. Frans Vera daar is eigenlijk, Frans Vera. Wat ik interessant vind is bijvoorbeeld hoe herwilder je de stad. Daar gebeurt natuurlijk ook van alles. Daar is de natuur ook eigenlijk een beetje ondanks ons aanwezig. En als het goed gaat met een dier of plant in de stad, dan is het een pest of een onkruid. Ja. Dus daar speelt zich dat eigenlijk ook onder je neus af. Dus ik ben wel benieuwd naar hoe we de stad gaan herwilderen. Ja, en jij bent daar in jouw werk gelukkig wel al wat vragen in gaan stellen. Ja. Kun je een voorbeeld noemen? Ik ben 2 jaar geleden met de ambassade van de Noordzee begonnen met een onderzoek naar de paling. Stem voor de paling heette dat. En we hadden eigenlijk de uitgangsgedachte was, hoe ziet de stad eruit? Of als je meer dan mensen of ander dan mensen ook laat meedenken over hoe we die stad zouden moeten inrichten. Ja. En ambassade van de Noordzee, natuurlijk als zee, als soort van basis. Maar die paling die leeft zowel in zee als in zoetwater. Dus de paling was een mooie protagonist. En we zijn eigenlijk gaan nadenken van hoe zouden we die paling een stem kunnen geven. Dan zijn we eerst maar in het bestemmen doe je met kaarten. Dus we hebben een palingkaart gemaakt van waar kan die paling komen, waar kan die niet komen. Want die paling die trekt, die wordt geboren in de Sargassozee 6000 kilometer verderop. Die zwemt hierheen. Wordt hier oud en zwemt dan weer terug, plant zich 1 keer voort. Dus iedere paling die je eet, hij kan niet gekweekt worden, is een paling minder in de wereld. Onthoud dat. dus wat zou die paling hier willen? Nou, die is de toegankelijkheid, wellicht.
En hoe begin je dan een gesprek met een paling? Ja, dat was lastig, want ik had eigenlijk vissenangst. Ja. Dus als ik in het buitenwater zwem, dan word ik altijd een beetje ongemakkelijk van. Dus ik ben een duikcursus gaan doen om de paling te kunnen ontmoeten. Twee palingen ontmoet. Kijk. Op de bodem van de Sloterplas. En, paling A of B of Lieselot en Willem? Nee, John. Het is een beetje lastig om ze namen te geven. Want ze weten zelf volgens mij ook nog niet of ze mannelijk of vrouwelijk zijn. Dat geslacht ontwikkelt zich pas op de terugreis. Wat ik interessant vond was, de paling bleef eigenlijk heel rustig bij mijn benadering. Dus er was in ieder geval een soort van moment van samen zijn. Dat is natuurlijk al iets. Maar je komt natuurlijk ook achter dat onder water is eigenlijk heel ongeschikt voor ons. Dus mijn neus ging bloeden en ik kreeg een pijnlijk oor en zo. Dus ik moest echt mijn best doen om daar te zijn. We hebben geloof ik ook een plaatje van Thijs in een duikpak ergens. Oh, dat zou kunnen, ja. Stel vooral door. Wat ik me realiseerde is eigenlijk de enige taal die we spreken is dat we een ruimte delen. Op het moment dat ik daar ben, dan delen we die ruimte. Dus mijn insteek is daarna geweest van ik kan natuurlijk een ingreep doen in die ruimte. Ja. En dan proberen te luisteren naar wat... Wat vind je daarvan? Ga je daar liggen als paling? Of vind je het juist niks? Of is het een interessante plek om voedsel te gaan zoeken? Nou, dat luisteren blijkt best ingewikkeld nog. Mm-hmm. Dus ik heb ergens een plaatje met een... Ja, dat ben ik met een snoek. Voor de oplettende kijker had hij hopelijk een snoek. Ja, wat snoek klopt hier niet? Ja, precies. Het is geen paling. Canadese snoek is het. Ja. hoe ga je luisteren? Wij zijn natuurlijk heel erg gewend om met onze ogen te luisteren. Maar goed, dus ook met je oren. Je kan onder water ook heel goed luisteren. Sterker nog, veel beter eigenlijk dan boven water. Want het geluid gaat veel harder. Het schijnt dat een walvis zichzelf kan horen als zijn geluid de wereld rondgaat. Ook andere manieren. Met sonar. Misschien wel met smaak. Dus dat, in die fase zit ik nu. Ja. Mijzelf te dwingen. Dit zijn voorbeelden dus hoe je door aanpassingen in de ruimte in de stad toch in staat bent om met niet-mensen te communiceren of in ieder geval te luisteren. En zoals Thijs ook aangaf, een taak die Nederland voor zich heeft is misschien opnieuw te gaan kijken naar die muren en afrasteringen om toch ook weer als communicatiemiddel met de wolf in gesprek te gaan. Hoe zie jij de toekomst? Ik geloof dat jij ook een keer... een ANWB-kaart heb gemaakt voor dieren. Ja, klopt. Dus je hebt veel... daar heb je hem. En was dit vooral om met dieren te communiceren of vooral met mensen? Nou, dit was eigenlijk een resultaat van een onderzoek wat we deden met Hans van der Meer, fotograaf, naar faunapassages in Nederland, opdracht van de Rijkswaterstaat en ProRail. En wat mij fascineerde is dat we inderdaad, wat we zeggen, die wolf moet zich wel gedragen. En dat geldt dus voor al die dieren. We leggen overal superdure kunstwerken aan. Want Nederland is versnipperd. Dus hebben wij een 15-jarig nationaal plan gemaakt. Het Nationaal Ontsnipperingsplan. Ja. Meerjarenplan ontsnippering. Uit een soort van schuldgevoel, maar ook wel heel vertederend natuurlijk. En daar ontstaan dan dus allemaal routes. Die kun je eigenlijk gewoon net als snelwegen, als het Rijkswegennetwerk intekenen. En als je dan de natuurgebieden als een stad intekent, dan krijg je eigenlijk een soort van omkering van de klassieke ANWB-kaart. En dan heb je dit. Alleen de vraag is natuurlijk, houden die dieren zich daaraan? En kunnen ze de weg vinden? Mag ik raden? Ik denk dat ze zich niet helemaal aanhouden. Nee, hè? Nee. Nou, het doet me ook wel denken aan de herintroductie van de bever in de jaren 80. Ja. Want dat was ook, de bever was verdwenen uit ons land, iets van 150 jaar weg geweest. En toen dachten we, nou, het is tijd om hem weer te herintroduceren. In de Biesbos werden een paar bevers uitgezet. En inmiddels gaat het zo ontzettend goed met die bever, want ook die houdt zich helemaal niet zo aan die routekaart. En die komt veel dichter bij steden, soms zelfs in steden. Was helemaal niet voorzien. Hè? Hij zou her en der wel een burcht mogen bouwen, maar dat doet hij bijna overal. En dan krijg je het volgende probleem, voor ons dan, voor mensen een probleem van weilanden worden ondergraven, dammen worden gebouwd op plekken waar helemaal geen dammen gewenst zijn, zorgt weer voor wateroverlast of voor boze vissers. En dan is een dier opeens al snel te veel in Nederland. Ja, nee, het moet niet te goed gaan met dieren. Nee, dat is wel een conclusie, denk ik.
En ja, dat is dan een voorbeeld uit Nederland. Maar er werd ook al inderdaad... De Jungle Book viel toevallig ook deze week in de NRC op de mat... toen het over de tijger in Nepal ging... Ja, dat en... was ja, mijn eigen Jungle Book ervaring. Ja. Ik was heel blij om weer even een stukje Disney te zien. Want dat was ook echt de film uit mijn jeugd... die mij dan in de tijger deed interesseren. Meer nog dan in de wolf eigenlijk. En daar zag je niet de comeback van de tijger. Want die was er al wel. Maar het gaat steeds beter daar met de Bengaalse tijger. Ja, het interessante is, Thijs noemde net al even het voorbeeld van Yellowstone en de wolven. En hoe eigenlijk die wolven dan invloed hebben op het hele ecosysteem. En in Bardia National Park in het zuiden van Nepal is net misschien wel het omgekeerde aan de hand. Of laat ik het zo zeggen, het ging heel slecht met de tijgers. Er is op allerlei manieren door jacht en stroperij tegen te gaan, is een groot project, internationaal project opgezet. Waarbij het tijgeraantal verdubbeld moest worden van 3200 in 2010 naar 6400 dit jaar. In Bardia, het Nationaal Park waar ik was, is dat ontzettend goed gelukt. Maar heeft dat eigenlijk ook weer gevolgen voor het hele ecosysteem? En daar zijn Nederlandse en Nepalese onderzoekers die zijn juist vanuit... De basis aan het kijken, die zijn aan het kijken hoe zit het nou met het grondwater, met de vegetatie. Want dat heeft weer invloed op de hertenaantallen die er voorkomen. En die herten hebben natuurlijk weer invloed op de tijgeraantallen die er kunnen leven. En waar het nu eigenlijk op lijkt is de loop van de rivier is veranderd. Daardoor is er allerlei gras heel hoog aan het opschieten. Die herten die kunnen dat gras niet aan. Dat gras is 2 meter hoog en zij zijn maar zo klein. Dus gaat het slecht met de herten. De tijgers die moeten eten, want de tijgeraantallen zijn dus flink toegenomen. Er zijn ongeveer 100 tijgers daar. En die tijgers die gaan het Nationaal Park, dat voor hen is aangewezen als leefgebied, dat gaan ze uit, want... Om dat Nationaal Park heen. Nou, dat is het tafeltje dekje met allemaal lekkere geiten en waterbuffels. En af en toe nog een klein mensje ertussendoor. Dus de afgelopen 3 jaar zijn er al 30 dodelijke tijgers. Door tijgers. 30 mensen eigenlijk opgegeten. Of in ieder geval dodelijk gewond geraakt. Door een interactie met de tijger. Ja. En ja, dan zie je ook weer van, wij kunnen wel bedenken van, daar mag de tijger komen en daar niet. Maar houdt hij zich daaraan? Nee. Alleen, wat je wel zegt, daar zijn mensen wel al gewend. Mm-hmm. En in die zin is de mens misschien, kun je wel meer zien als een indringer in het tijgerleefgebied. Want ook de mensenaantallen nemen enorm toe. Als het goed is, zit ook ergens in de zaal hier Jet Bakels, antropoloog. Ja, daar zit Jet. Zij was ook mee en zij heeft een heel mooi boek geschreven. Ook voor Nepalese kinderen onder andere. Samen met Wereld Natuur Fonds. En dat gaat ook over het samenleven met de tijger. En dan zie je waar wij de wolf als indringer zien. En wij zelf nog vrij boven aan de hele piramide staan. Zijn tijgers daar wel veel meer gerespecteerd, ook onderdeel van het leven. Hè? Worden vereerd in tempels met stenen beeldjes. Worden soms gezien als voorouder of als een verpersoonlijking van de bosgodin Bandevi. Dus er is wel meer integratie in die zin dan hier met de wolf. En dan zullen mensen daar misschien niet zo ver gaan om zichzelf als invasieve soort te zien, maar het mondt wel uit in een... Zeker zin van respect. Volgens mij wil Thijs... We gaan even een vraag... Heel lang. Ja, ik wilde graag iets zeggen, want ik was ook onder indruk van dat boek van Jet, Het Verbond met de Tijger. En dan, zij kan het beter zelf vertellen, maar die tijgers die werden bij de Kerinciërs op Sumatra vaak gezien als geesttijgers, dus gereïncarneerde mensen. En daarom werd er ook erg omzichtig mee omgesprongen. En werden ze vroeger niet zomaar gedood. En daar zie je dus eigenlijk het omgekeerde. Dat juist het antropomorfiseren een goede beschermingsmaatregel zou kunnen zijn. En ik zat erover te piekeren, hoe kan je dat nou in Nederland doen? Dus ik zou denken, als je nou wolven...
identificeert met gestorven prominente VVD'ers, dan gaat het binnen de kortste keren heel goed met de wol. Lijkt me een uitstekend voorstel. Die moet in één keer motie goedgekeurd, geloof ik. Nou, en los, iets anders wat de Nederlanders misschien ook wel kan aanspreken en waar ze in Nepal ook wel een beetje mee bezig zijn, is het koppelen van, nou ja, daar dan de tijgers en hier de wolven aan toerisme. Hè, als het ons geld kan opleveren, dan kan de wolf wel degelijk interessant worden. Ja. Dus dat je een soort wolf als attractie in zekere zin zou hebben. Ja, en dan verandert de wereld dus echt in een dierentuin. Dan verandert de wereld echt in een dierentuin, ja. En toch ook nog, Thijs, over jouw werk wat dat betreft. Die ontwerpprincipes die jij veel hebt toegepast in ontwerpen voor onder andere Arctis, voor dierenverblijven. Denk je dat die dus, zoals Thijs ook al net een aanzet deed, dat die opnieuw, of nou ja, niet opnieuw, maar ook relevant zijn voor hoe we gewoon naar het gehele landschap kijken? Als we het gewoon als één groot verblijf zien waar verschillende dieren rondlopen. Kijk, de dierentuin is natuurlijk een soort van koloniaal relict. Waarin de gaze of het kijken naar het dier ook de macht over het dier uitdrukt. Maar nou, ik ben dus met een aantal vrienden bezig met de Zoo of the Future. En daar verkennen we eigenlijk allemaal andere gedachtes over wat de dierentuin zou kunnen zijn in de toekomst. En een van die gedachten is de vrijwillige dierentuin bijvoorbeeld. Hè? Dus dat je de principes van die ontmoeting, het stage van een ontmoeting tussen mens en dier, daar is de dierentuin natuurlijk ook goed in. Dat je die inzet voor dat de dieren ook vrijwillig komen. Dan kan je misschien geen tijgers ontmoeten, maar wel een hele hoop andere dieren. En zo zou je natuurlijk ook de wolf, de mens-wolf-relatie kunnen ontwerpen in die zin. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen, want op dit moment toen er een paar wolven waren, toen gingen alle wolven liefhebbers gingen met z'n allen de Veluwe op. En dat was natuurlijk ook een beetje een bende. Ja. Dus je zou daar natuurlijk mee kunnen spelen. Tegelijkertijd, het dilemma van de dierentuin krijg je dan natuurlijk ook. Door een dier op te sluiten, verliest het zijn wildheid. Dus door de ontmoeting te anseneren, verliest het de wildheid van de ontmoeting. Dus daar is het altijd een beetje schipper in. Daar zetten ze in Nepal ook heel erg. Hè? Want we hadden ook een conferentie met mensen van de omliggende dorpen. En die zeiden van, ja, waarom zetten jullie nou niet gewoon een betonnen muur om dat hele Nationaal Park heen? Hè? Dan voelen wij ons veiliger. En ja, een deel van mij snapte dat wel. Ja, als ik een tijger in mijn achtertuin had, zou ik ook liever willen dat er nog een muur tussen stond. Maar tegelijkertijd, als je dan vanuit, nou ja, bijvoorbeeld dat toerisme kijkt, dan is dat hele authentieke natuurgevoel meteen verdwenen. Ik denk dat we ook zo nu het gesprek kunnen gaan verbreden naar ook om ook te reflecteren op de antropomorfe blik. Want ik denk dat die ook bijvoorbeeld, als we het over natuur hebben, de botanische kanten, maar ook de insecten, dat die ook misschien wel te lijden hebben onder ons antropomorfe denken. Omdat die namelijk misschien wat minder, je kan niet zo makkelijk een bagheera maken van een plant, laat maar zeggen. En daardoor ook misschien wat minder genegenheid hebben ontvangen in de geschiedenis van ons. Maar voordat we dat gaan doen, voordat we een vereist om dat te doen, is om Martin Brandsma even het podium te geven te praten over zijn waarnemingen en de manier waarop hij misschien het waarnemen zelf wel tot kunst weet te verheffen. Dus Martin, ik geef je graag de vloer en dan wil ik je daarna graag hier ook uitnodigen. En een applaus. Ja. Kort, maar ik pak toch even een briefje erbij. Maar waarschijnlijk ga ik alles uit het hoofd doen. Het was wel even een opgave, omdat ik meestal gewend ben. Oh, ik zal hier zijn microfoon, ja. Om wat iets langer verhaal te houden. Dus ik moest veel wegstrepen. Ik denk van, oké, wat is nou de essentie om echt te vertellen wie ik nou ben en wat ik nou doe? Misschien is het wel handig om het eerste beeld even in te laten vliegen. Of moet ik dat nu zelf doen? Oh ja, kijk, daar is hij al mooi. Ja, dit is een klapex die ik vorig jaar heb gezien. Een jong beest op Hildenberg. En Hildenberg is een vrij klein heideterrein in de buurt van Appelscha. En Appelscha is eigenlijk weer omgeven door een groot woudgebied, het Drentsche Wold. En dat is eigenlijk een van de gebieden waar ik eigenlijk voornamelijk al, waar ik al 12 jaar kom, zeg maar, om klapexes te bekijken.
Maar voordat ik daar op die klapeksten wat verder inga, wil ik eigenlijk eerst even iets vertellen over waar ik vandaan kom en hoe het eigenlijk gekomen is dat ik zo in de band ben geraakt van deze vogel. Ik denk dat het in klas 3 was dat ik voor het eerst in aanraking kwam met vogels en natuur. Door een leraar die ik had die een natuurfilm liet zien van zijn eigen belevingen en hoe die keek naar vogels en natuur. En eigenlijk vanaf dat moment ben ik als jonge jongen eigenlijk alleen nog maar met vogels bezig geweest. Ik raakte ontzettend hevig geïnteresseerd in vogels. Ik kreeg van mijn ouders een aantal vogelboeken die ik elke avond doorbladeren om te bekijken. Ik ging ze natekenen. En ik ging elke keer bijna, als ik vrij was van uit mijn school, ging ik langs de vijver, zocht ik veren. En ging ik eigenlijk het land in. Ik woonde aan de rand van een dorpje, Wolfga, Zuid-Friesland. En daar ging ik dan eigenlijk op onderzoek uit. Ik ging dingen verzamelen. Wat ook resulteerde in een tentoonstelling op de zolder van mijn ouders, waar mensen konden komen kijken. En als ik eigenlijk kijk, dat is dus eigenlijk mijn vroege jeugd. En er zijn natuurlijk al wat aantal stappen geweest in de puberteit. En doe je natuurlijk op een gegeven moment ook andere dingen. Maar uiteindelijk, als ik kijk wat ik nu de afgelopen 12 jaar doe, is eigenlijk nog steeds hetzelfde. Dat soort van dat kind zijn, dat verwonderd zijn over wat je ziet en hoe je daarmee omgaat op een speelse manier, is eigenlijk nog steeds heel erg aanwezig in mijn werk. Maar er is ook een andere kant. Er is ook een kant die wil weten, die wil begrijpen hoe de dingen zitten. En dat is die wetenschapper. Dus ik kon me eigenlijk heel goed vinden in die tweedelige rol van een kunstenaar en een wetenschapper tegelijkertijd. De ene die dus graag wil weten, die gaat analyseren, die data wil vergaren, die dat uiteenzet naast elkaar en die daardoor wil begrijpen wat het inhoudt misschien. Aan de andere kant is er ook een associatieve kant. Ik wil eigenlijk ook verbanden kunnen leggen met hele andere dingen, zaken die mij ook interesseren of die ik misschien zie in mijn waarneming of ervaring die ik opdoe. Dus een veel speelser manier waarin dat kindstuk eigenlijk veel meer ook nog weer naar boven drijft. Nou, dat even als een soort overview, als een vogelvlucht, waar ik vandaan kom en waarom ik eigenlijk nog steeds eigenlijk geïnteresseerd ben in vogels. Die klapeksten, ja, wat is een klapeksten nou voor vogel? Het is een klauwierensoort. Klauwieren zijn vrij kleine vogels, een beetje te groot van een spreeuw, waarvan die klapeksten eigenlijk een van de grootste klauwieren is. Hij komt in Nederland eigenlijk alleen maar voor in de winter. Vroeger was het wel een broedvogel, maar in de jaren 70 was het laatste broedgeval. Waarschijnlijk door de ruilverkaveling, misschien mogelijk het opkomende van de bevolking die wat groter werd. Ik heb geen idee wat nou precies de exacte reden is, maar in ieder geval, hij kon niet meer gedijen als broedvogel hier. Hij komt alleen nog in de winter hier. De meeste klapeksten die in Nederland komen, die komen uit het Scandinavische deel. Als het daar te koud wordt, te weinig voedsel is, dan zakken ze af naar beneden. En komen ze ook onder andere in Nederland terecht. En ook in de gebieden waar ik loop. Het is een zangvogel. Maar als je goed naar zijn snavel kijkt, zitten er ook zeker wel roofvogelachtige eigenschappen in. En met name in het gedrag van de klapeksten. Daar komen straks wel wat beelden van te zien ook. En daar kan ik ook wel iets over vertellen, nog, hoe die dat doet. Zie je echt wel zeer die kwaliteit van de roofvogels. En als je ook in hele oude literatuur kijkt, oude boeken, oude prenten, dan zie je ook af en toe dat de klapekster onder de zangvogel staat. Dat is ook iets wat Carl Linnaeus, de dierkundige, de plantkundige, hem heeft ingedeeld. Omdat het ook een vogel is die goed kan zingen. Het heeft een breed arsenaal aan geluid, met verschillende imitaties, ook soms ratelende geluiden. Dus dat maakt ook dat hij eigenlijk heel erg een sterk zangvogel is. Maar dat roofvogelachtig, dat zit hem ook heel erg in het manier van gedrag. Hoe hij zijn prooien vangt, hoe hij daarmee omgaat. En dat hij ook leeft van grote prooien. Nou, wat ik al zei, hij is zo groot als een spreeuw. Maar hij vangt onder andere ook gewoon zangvogels van dezelfde grootte. Grote muizensoorten, ook kleinere muizensoorten, hagedissen, kikkers. En dan ook wat de kleinere insecten, zeg maar. Nou, dit is een werk die ik heb gemaakt, die van een groot omvangrijk project was, die ik Identities heb genoemd. En wat ik in Identities als een soort vraagstelling had gemaakt eigenlijk, kan ik een klapekster individueel herkennen? En dat idee kwam eigenlijk bij mij naar voren op een moment dat ik in een gebied zat te kijken, dagenlang, en dat ik mezelf op een gegeven moment realiseerde dat ik dacht, zit ik nou eigenlijk elke dag naar dezelfde klapeksten te kijken? Want ik zie een verschil. Dus toen dacht ik, als ik daarachter wil komen, dan moet ik dat uitzoeken. En dat kon ik het beste uitzoeken door gewoon goed te kijken.
en te tekenen. En dat gewoon te registreren wat ik zie. En uiteindelijk ontrafelde daar zich eigenlijk wel een soort verschil. Dat ik dacht van, hé, dat is interessant. Want dat betekent dus eigenlijk, als ik beter zou gaan kijken, dan zou ik misschien eigenlijk ook een klapekster kunnen herkennen als een soort individu in plaats van als soort. Dat was voor mij een belangrijke stap. En ook in het maken dus van heel veel van dit soort portretten. Misschien wel de volgende, of kan ik dat zelf... Een opengeklapte klapekster. Linker en rechterkant, waarbij ik ook wilde gaan zien van, zit daar ook een soort symmetrie, asymmetrie in? Nou, meestal is het best wel redelijk symmetrisch, alhoewel die maskers rondom het oog, oorstreek, nog wel eens wat kunnen variëren in vorm en ondertekening. Ook de spiegel, die witte vlek op de vleugel, die varieert qua soms wel in grootte. De grijstinten zijn soms ook wel divers, alhoewel het met lichtomstandigheden ook best wel lastig is. Maar je ziet helemaal bijvoorbeeld in het midden, aan de linkerkant zie je één met heel veel wit over de vleugels. En sommige die hebben ook gewoon bijvoorbeeld hier, dat zijn zo de topranden van de armpennen en de tertials. En die verschillen ook wel in dikte en breedte. Dus eigenlijk met een scherp oog kon je het op een gegeven moment best wel doorkrijgen. Van, er zijn verschillen aanwezig. En op basis daarvan kan ik ook wel zien of het steeds hetzelfde individu is. Nou ja, vervolgens kwam natuurlijk de vraag, als ik dat nou volgend jaar weer ga doen, hoe zit het dan? In hoeverre gaat zo'n beest veranderen en in hoeverre kan ik hem dan weer herkennen? Nou, mijn ervaring, ik kijk nu ongeveer 12 jaar naar deze soort en individuen, is dat deels wel haalbaar, waarin er ook een soort, ja, het is soms niet eens zozeer ook alleen het zien van de vogel, maar ook het soort herkennen van de vogel en de manier van hoe die doet. Dus ik dacht, het is niet alleen maar hoe hij eruit ziet, maar het is ook nog vooral wat hij doet, dus eigenlijk zijn gedrag. Hey, dan ga ik de verkeerde kant uit, denk ik. Ah ja. Het gedrag. Ja, hier zie je een foto van een cape die gevorkt is. En als je, nou jullie zien het wel, zijn schedelkap is opengebroken met die haaksnaal van die klapekster. En zijn hersenen zijn eruit gegeten. Dat is de lekkernij van een klapekster. Dat is het eerste wat hij opeet. Bij een muis zie je heel vaak dat hij hem onthooft. De kop van de muis wordt onthoofd. Waardoor hij eigenlijk weer moeilijker te vorken is. Dit is de vorktechniek. Waardoor hij gespietst wordt. Dus eigenlijk ben ik er ook achter gekomen. Een klapekster gaat eigenlijk pas vorken als de kop stevig is. Als hij ook goed blijft hangen in die vork. Als dat niet lukt, dan wordt vaak de spietstechniek toegepast. Nou, hoe ziet een spietstechniek eruit? De klapekster zoekt een struik op, ziet een scherp puntje op een tak. Dat kan soms een lijsterbes zijn, die hebben vaak van die stevige knoppen. Maar dat kan ook een stukje prikkeldraad zijn of een afgebroken tak. Hij werpt de prooi eroverheen en hij trekt eraan, zeg maar, tot het vastzit. Nou, vaak mislukt het ook wel. En dat is eigenlijk gewoon typisch een gedrag wat bij klauwieren hoort. De enige vogelsoortgroep klauwieren die dat in de hele wereld doen. Deze techniek van fixatie, of het spitsen, of het vorken, of het vastzetten. Oké, wat is nou eigenlijk, want ik heb wel meer beelden, die laat ik zo wel zien van zijn prooien en de manieren hoe hij zijn prooien ophangt. Waar het mij om ging is dat ik dacht van, kan ik daar wat mee? Ik vind deze prooien, kan ik daar ook op basis van persoonlijkheid iets mee doen, waardoor ik de vogel meer leer kennen? Nou ja, je kunt kijken wat voor soort prooien die vangt, op welke manier hangt hij die prooien op, of een zij, kan ook een zij zijn natuurlijk. En toen dacht ik van, ja, weet je, daar heb ik te weinig kennis van. Dus dan moet ik eigenlijk een gedragsbioloog benaderen daarvoor. Hoe die dat zouden aanpakken, zeg maar, met zo'n vogelsoort. Toen kwam ik in contact met hoogleraar van gedragsbiologie, Ton Groothuis van Rijksuniversiteit Groningen. En die vertelde me, hij vroeg eerst maar van, oké, wat is het voor vogel? Wat doet hij? Oh, maakt hij gebruik van werktuig? Want het is eigenlijk een soort werktuiggebruik. Hij zei, dat is interessant, want als een vogel een werktuig gebruikt, een soort toolgebruik heeft, kan dat ook iets zeggen over zijn intelligentie en daarmee ook over zijn persoonlijkheid. En ook over lateralisatie. Nou, lateralisatie, dat heeft te maken met die linker- en die rechter hersenhelft. Hè. Brengt hij de prooien linkzijdig op of rechtzijdig? Toen dacht ik, nou, daar kan ik misschien naar gaan kijken. Nou, dat bleek in het veld best moeilijk te zijn, want ik kwam erachter dat klapeksen hebben een binoculair zicht. En op het moment dat ze een prooi op ik dacht van, nou, misschien doet hij dat wel op deze manier. Of op deze manier. Dus ik zei tegen Ton Groothuis van, ja, die vliegen gaan niet op, want hij heeft een binoculair zicht. Maar Ton die bleef erin geloven. Hij zei, gewoon door, blijven kijken. Waarschijnlijk zie je het wel.
Nou, uiteindelijk zijn we er vrij recent achter gekomen dat het veel interessanter is om te kijken naar pootvoorkeur. Want klapeksters. Oh, dat is net. Even afgeleid. Dat het veel duidelijker in het veld te zien, zeg maar, is of hij met zijn linker of met zijn rechterpoot een prooi vasthoudt. Dus dat zijn we eigenlijk nu veel meer aan het kijken. Om daarmee iets te kunnen zeggen over lateralisatie. Nou, dit is een rosse woel. Dit is een veldmuis die opgespietst is. De kop is er inderdaad eerst afgerukt. En daarna wordt hij opgegeten en wordt hij prooi aangehangen. Een kikker met de bek. Ook gespietst. En als beeldend kunstenaar, zeg maar, gebruik ik deze foto's. Dus eigenlijk registreer ik gewoon wat die klapbekster doet. En zet het in een kunstcontext waarin ik eigenlijk aan een kijker laat zien van nou, dit is een foto van een prooi die aan een tak hangt zonder een context erbij. Wat wel een interessante vraag daarbij is eigenlijk, is het dan een werk van mij? Want ik het me een soort van toe-eigen, of is het ook het werk van de klapekster? Dus eigenlijk voelt het voor mij steeds meer mijn relatie met die klapekster als een soort samenwerking. Nou, die samenwerking die gaat op een gegeven moment zo ver dat ik op een gegeven moment, ja, ik ging dus persoonlijkheidstesten doen. Dus als ik een prooi vond, dan ging ik daar een speld bij doen. En dat was eigenlijk een idee ook van Ton. Hij zei van, je moet eigenlijk iets naar zo'n prooi gaan hangen en kijken of hij terug durft te komen naar zo'n prooi. In hoeverre hij slagvaardig en durf toont, zeg maar. Misschien zit daar verschil in per individu. Nou, dat heb ik 3 jaar gedaan. Elke spel die ik prikte naast de prooi werd gewoon opgehaald. Er werd zelfs gretig gebruik van gemaakt. Er werd gewoon daarnaast weer een prooi opgehangen en weer een prooi. Dus op een gegeven moment zette ik nog een spel bij, nog een spel. Maar dat bleef maar doorgaan. Dus ik vroeg mij op een gegeven moment ook af van, ja, is het nou die spel voor mij nog een soort manier van om te testen? Of misschien de prooi terug te kunnen vinden? Of is het tegelijkertijd ook misschien voor de klapex een soort tool geworden om te denken van, oh, dat is een goede plek, want die spel die herken ik en dan kan ik mijn prooi weer neerhangen. Nou, ik heb een soort kaart gemaakt. Dit is een gebied in de buurt ook van Appelschaap, het Ekingenzand. Voor de meeste mensen wel, waarschijnlijk wel bekend, de Kale Duinen. Waarin eigenlijk een soort kleurspel het is een beetje willekeurig gedaan, maar voor mij is het wel duidelijk welke prooi op welke plek zit. En dus dat is ook een soort beeld heb je van hoeveel prooien eigenlijk zo'n klap extra achterlaat in zijn gebied. Dat is wel een mooi voorbeeld. Ik heb 1 keer meegemaakt, was een zomerse dag in een gebied, ook in het Drentse Wold, Schapendobbe genaamd. En daar zat een klapekster hagedissen te vangen. Nou, en op een gegeven moment had hij 1 gevangen, had hij opgegeten, had hij nog 1 gevangen, die ging hij dan spietsen. En dat bleef eigenlijk de hele dag maar doorgaan. Ik denk, waarom gaat dat beest nou de hele dag door? Op een gegeven moment had hij gewoon 33 hagedissen had hij gevangen, die hij gewoon her en der door het gebied had bevoorraad als een soort voorraadkamer. Maar wat bleek, daar kwam ik dus pas later achter, is dat de dagen daarna was het gewoon guur slecht weer. Dus toen realiseerde ik me dat ik dacht van ja, zou die klapex dat mogelijk kunnen weten, dat het gewoon slecht weeropkomst is en dat hij dus voor zichzelf moet gaan zorgen en dus een soort voorraad moet aanleggen. Nou, daar zit ook iets van een soort planmatigheid in mogelijk voor zo'n individu. En wat ik ook zie is dat ze soms vertrekken ze half april, sommigen gaan al iets eerder, eind maart, dat ze dan ook soort grote voorraden aanleggen, want die hagedissen worden vaak actief ergens soort eind februari, begin maart. En dan beginnen ze ook heel veel voorraad aan te leggen om genoeg voedsel te hebben om die terugreis te kunnen maken. Dus dat is ook een soort van vorm, eigenlijk een soort van, zo zie ik, kijk ik er wel naar, een soort van plannen. Nou ja, die spelden, dat noemde ik al even. Ik heb er bij Tyrus ben ik in de weer gegaan. Nou, voor mij waren het ook soort middelen om eigenlijk soort het prikken en het klemmen ook een beetje soort na te bootsen op mijn eigen manier. Net zoals die klapex dat ook toepast als techniek. Toen ben ik soort artificiële objecten gaan maken van een soort stalen constructie, een soort stalen tak met verschillende variaties aan te kijken van nou, hoe gaat hij daarmee om? En later ben ik daar ook andere attributen aan gaan bevestigen. En dan heb ik die prooien verplaatst. Vlakbij waar die klapex de prooi had gespietst op een tak, heb ik daar dit object naast gezet en dan die hagedissen ertussen gezet. Soms gebeurde dat hij op een gegeven moment zelf die hagedissen ertussen ging zetten. Op het object als hij eenmaal weggehaald was. Maar wat er eigenlijk uitkwam, is dat geen klapster deinsde daarvoor terug. Het was gewoon
Hij, het is een echte opportunist. Hij ziet gewoon zijn prooi. Het maakt hem niet uit. Hij gaat gewoon zitten en hij pakt gewoon die prooi. Bij de ene duurde het wel wat langer dan bij de andere. Maar toch gebeurde het best wel vrij snel dat hij dat aandurfde. Dus ik dacht van, nou ja, als ik hier iets moet over zeggen over persoonlijkheid, is dat ook nog wel een lastigheid. Maar ondertussen, ik was dus bezig met die persoonlijkheidstesten aan het afnemen bij Klapexes, gebeurde er wel een hele hoop omheen. Want de mensen, de bezoekers die in die gebieden kwamen, die zagen die objecten wel staan. En ook de beheerders begonnen een beetje te morrelen van, goh, wat ben jij eigenlijk allemaal aan het doen? Ze wisten natuurlijk wel dat ik een kunstenaar ook was. Dus ze vonden het eigenlijk een beetje te ver gaan. En bleek dus dat er een grote vergadering in werd gelast door het Stadsbosbeheer Natuurmonumenten en het Friese Geer, die mij een vergunning al jaren hadden verleend van, nou, moeten we dit soort praktijken nog wel in onze natuurgebieden gaan doen? Want het is schadelijk voor de vogel. Er werden allerlei redenen werden gegeven waar het eigenlijk gewoon slecht voor de vogel was. En er werd mij helemaal niks gevraagd, ook niet om deel te nemen in het gesprek. Terwijl ik eigenlijk zoiets had van, eigenlijk is het wel heel bijzonder dat een vogel eigenlijk zich er helemaal niks van aantrekt. En de omstanders eigenlijk heel erg sterk reageren op zo'n object. Dus ja, wie test ik dan eigenlijk, dacht ik op een gegeven moment. Nou, hier dan nog een beeld van een veldmuis die ik ook soort tussen twee Mikado-stokjes heb geprikt. En die Mikado-stokjes die staan voor mij ook een beetje van het met de knipoog van het spel spelen, ook met de klapexten. En dus wat ik al zei, voor mij is die relatie met die klapexten wordt steeds sterker. Er zit een soort stukje uitdaging in, maar ook een soort stukje samenwerking. Niet dat hij erom vraagt, maar ik zie ook dat hij daar niet, in ieder geval in gebarricadeerd wordt door mij, omdat hij gewoon zijn prooi eigenlijk wel ophaalt. En het mooiste voorbeeld, daar sluit ik even mee af, is dat ik eigenlijk nog een stap verder ben gegaan dan dit. Daar heb ik geen beelden van. Had ik hoge, grote stokken had ik gemaakt met allerlei, er zat een lint aan, er zat een soort aluminium koppen op. En dat waren best wel opvallende objecten. En die had ik eigenlijk in een gebied geplaatst waar eigenlijk weinig bomen stonden. Weinig plekken waar eigenlijk die klapexen goed kon zitten. Want klapexen houden heel erg van overzicht, op een goede plek staan en dan naar beneden loeren en dan duiken op zo'n prooi. Nou ja, en dat was dus bijvoorbeeld echt de aanleiding ook voor die beheerders om te zeggen van nou gaat het te ver, hier gaat het de grens over. Terwijl die klapexen eigenlijk, ik heb het echt gewoon genoteerd en bekeken, 75% van de tijd op mijn stokken op staffen zaten. Dus ja, dat was wel vrij bijzonder. Ja. Nou ja, en ik bouw het hier maar op je afsluiten. Volgens mij ben ik al over de tijd. Ja. Nou, ik hoorde toch ook best veel parallellen, Thijs, tussen wat jij doet en wat Martin net vertelde. Hoe luister je naar Martin? Ja, met veel plezier. Ja, ik word er heel vrolijk van. Zeker omdat je dus merkt dat als je gewoon goed kijkt, dat je een soort van, dat je er meer van kunt maken, eigenlijk, hè, zou je kunnen zeggen. Dus het is heel jammer dat dan niet wordt herkend door natuurmonumenten mensen. En misschien is de klapexter wel een betere kunstliefhebber dan de gemiddelde natuurmonumenten beleidsmaker. Ik heb twee woorden die ik vaak gebruik in dierentuinontwerp: affordances en agency. En affordances, dat gaat heel erg over het scheppen van aanleidingen voor een dier. Dat dier kan natuurlijk nergens heen uiteindelijk, zit opgesloten. De dierentuin vraagt altijd, ontwerp een plek waar het dier zijn natuurlijk gedrag kan tentoonspreiden en ontwikkelen. Nou, die plek is allesbehalve natuurlijk, dus dan denk ik al van weet ik niet of dat precies goed is. Maar het gaat natuurlijk wel over dat zo'n dier een soort van relatie met zijn omgeving kan aangaan. En dat is natuurlijk precies wat jij doet. Jij kijkt heel erg goed en die klapexter gaat een relatie aan met die ingrepen van jou. En op het moment dat je ziet dat een dier een soort van zinvol gedrag ontwikkelt, zeker in gevangenschap, is dat eigenlijk heel erg fijn om naar te kijken. Want daar zit welzijn voor een groot deel in. Ja. Dus ik vind dat heel erg vrolijk. Mag ik een vraag stellen die ik echt al jaren heb, Martin? Een paar jaar geleden was er in Limburg grote ophef, omdat er er werd gedacht dat er een kikker- en paddenhater rondliep. En die spietste altijd met veel plezier, volgens de plaatselijke politie, allemaal kikkers en padden aan een prikkeldraadhek. Dus dan zag je ze al heel keurig op een rijtje daar hangen.
En dat mysterie is nooit opgelost, maar er werd toen al wel een beetje gefluisterd. Is het niet gewoon een klap Martin. Ja. Of was jij het met een kunstproject? Is het, Ik weet niet of je het doet. Ja, hij doet het, ja. Nou, Limburg is niet mijn werkgebied, dus dat was ik niet. Ik ken de foto. Ik kreeg hem doorgestuurd van iemand. Ja. Ja, volgens mij is het gewoon een opeenstapeling van dode kikkers die gevonden zijn op een weg. Die iemand dacht van, nou, ik ga die gewoon mooi op een rijtje hangen. Zo keek ik ermee naar. Klapeksterwerk is het zeker niet, want een klapekster zou nooit zoveel naast elkaar hangen. Het gebeurt enkel wel eens dat er twee prooien zeg maar in één boompje hangen. Of op een prikkeldraad naast elkaar, maar dat is echt uitzonderlijk. Zou echt getuigen van een rare klapekster persoonlijkheid. Dat was wel een hele rare klapekster. Dwangneurose. Ja, ik denk dat het gewoon een grapje was van allemaal dode kikkers die gewoon... Vanaf de weg gewoon opgangen zijn. Ja. Hopelijk lossen we dat mysterie ooit nog op. Ja, nou, ik dacht, anders is het ook weer een soort antropomorfisering van de klapekster. Als het daadwerkelijk een vogel was geweest en dat hij opeens voor een crimineel werd aangezien. Ja, ja. En de avond begon natuurlijk al met met onder andere het werk wat van David Klaarbout wordt laten zien. We kunnen overigens nu die ook die beelden naast elkaar gaan zien terwijl we erover doorpraten. Maar ik vroeg me ook af, je gaf dus al aan, je zag eerst zag je de, of nou, heel vroeger zag je, dat is een klapekster. Daarna zag je verschillende individuen. Daarna zag je persoonlijkheden. En was je in die tussentijd bewust ook dat je soms antropomorfiseerde? Of hoe ging dat eigenlijk? Nee, daar was ik me niet bewust van. Maar je merkt wel hoe langer je kijkt, hoe anders je gaat kijken. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de dingen die ik, die ik daar rondom heb gemaakt. Hè. Zoals bijvoorbeeld die serie portretten. Ja, waardoor je echt gewoon scherp gaat kijken en dat ook gaat registreren. Waardoor je ook ziet wat je hebt gezien. Dat je jezelf ook controleert. Daarna ook weer van wat ik heb gezien, klopt dat wat ik nu ook weer zie. Hè. Dus dat is ook weer een soort hercontrole. Maar ik ben er wel achter gekomen. Op een gegeven moment heb ik het ook wel een beetje losgelaten. De laatste 2-3 jaar. Dat ik ook vertrouw op een soort intuïtie. Dat ik denk van ik ken hem gewoon. Dat ik ook niet meer hoef te controleren of het klopt. Want het zit ergens misschien al in een systeem dan. Als ik een individu al enige tijd volg. En ook komt daarbij ook nog dat het kijken naar gedrag is eigenlijk ook, speelt ook heel erg mee. Dat de ene gedrag is net iets anders. Alhoewel het ook wel heel afhankelijk is van in het moment. Want ene keer kunnen ze soms heel schuw zijn. En ander moment kunnen ze soms heel dichtbij komen. Hè? Dat is ook een hele leuke passage. Dat ik met jou Thijs in het veld was. Dat ik al enige tijd een klapekster aan het bekijken was. Die op een gegeven moment, de eerste bezoek dat ik hem tegenkwam, dat hij naar mij toe kwam vliegen. En dat hij vervolgens eigenlijk gewoon elke keer als ik daarna weer kwam, dat hij gewoon op een afstand bleef. Alsof hij mij gewoon wist van, oh, dat is die ken ik, die komt elke dag in het veld. Totdat ik Thijs een keer meenam. Toen kwam hij meteen weer dichtbij in de boom zitten en kijken. Omdat ik denk dat ik dacht, wie is dat naast die man? Even kijken. Dat is een nieuwe iemand. Ja. Dus dat soort momenten of zo, die zijn heel waardevol. Dat geeft een soort, dat is gewoon puur basis van ervaring wat je meemaakt. En dat neem je mee en daarmee leer je ook een bepaald beest kennen. Maar de vraag van Thijs, daar ben ik ook nog steeds heel benieuwd naar. Is het A, B of C? Of, ik ben niet zo... Voor mij is het inderdaad 1, 2, 3, 4 of A, B, C, ja. ik heb wel een beetje namen gegeven, maar dat heeft te maken dat ik een aantal... samen met iemand anders ben gegaan aan kleuringen. Dat had ook deels te maken dat ik gedragsbiologisch onderzoek ging doen voor de universiteit. En wij wilden echt voor een volle 100% weten dat we echt inderdaad met hetzelfde individu te maken hadden. En dus ik vond mijn methode voor mezelf wel goed genoeg. Maar voor de universiteit was het toch wel belangrijk om een soort zekerheid te hebben. Dat is natuurlijk, dan kom je weer op het verschil van mijn ervaring en hoe wetenschap dat wil. En dat waren altijd drie kleuringen en één metaal. En bijvoorbeeld was dat metal, yellow, lime, orange. Zo'n vogel die noemde ik op een gegeven moment wel Milo. Ja. Ja. Maar dat had meer te maken met de ringcombinaties. Ja. Ik zit ook te denken, die eerste wolvin die in Nederland was, eind 2017, die heb ik toen nog met een collega van NRC, zijn we in haar voetsporen door Nederland gereisd. Die had ook de naam Naya, dus die was ook heel... Die had volgens mij ook wel een codenaam, weet ik veel, B52A of zo. Maar door de onderzoekers werd ze Naya. En ook nog wel een paar Belgische kranten die toen gekopt hebben. Naya is niet meer. En dat was toen ook door die naam werd dat ook meteen nog wat rauwiger dan het misschien was als het had gestaan. Wolf C,
is ja, niet meer. Ja, ja, en ze had eerst ook een man. Het was echt zo'n wolvensoap met een mannetje, Alfons heette die, geloof ja. ik. En die hadden weer kinderen. Maar inmiddels zijn er zoveel wolven dat ze zijn opgehouden met ja, namengeven. En ja. Thijs gaf ook wel aan dat in vroegere jaren, of in ieder geval in de tijd dat jij biologie studeerde, was dat antropomorfiseren was echt taboe. Dat hoorde echt niet bij de wetenschappelijke methode. Maar bijvoorbeeld, je noemde ook Frans de Waal al, die de naam Jeroen, die komt veel voor overigens in het boek Chimpanseepolitiek. Maar in dat boek schrijft Frans de Waal ook dat hij na het lezen van Machiavelli, dus een werk over mensen, opeens anders weer ging kijken naar die chimpansees, op een goede hypothese kwam en daarna voor zijn gevoel meer leerde dan dat hij daarvoor deed. En dat duidt erop dat er ook wel een soort van goede vorm, of in ieder geval een wenselijke vorm van antropomorfisme out there is. En is dat iets wat jullie ook herkennen? Ja, er zit volgens mij, dat naamgeven, dat is in de dierentuin ook altijd een heet hangijzer. En de vorige directeur wilde eigenlijk geen namen meer voor de dieren. En toen was ik net met een prairiehondenverblijf bezig, waar ik onderzoek deed naar de prairiehond. En wat vond ik daaruit? Dat de prairiehonden elkaar ook allemaal een individuele naam geven. Dus het zeg maar geen naam willen geven omdat dat menselijk zou zijn, is dus eigenlijk alweer een soort van dubbele antropomorfisering, omdat dieren ook namen geven. Ja. Dus wij nemen allerlei dingen aan als menselijk, terwijl wij lijken veel meer op die dieren dan dat we denken. Dus dat antropomorfiseren is eigenlijk helemaal niet zo'n issue voor mij. Sterker nog, ik ben eigenlijk de afgelopen jaren veel meer gaan ontwerpen vanuit de overeenkomsten tussen mij en het dier in eerste instantie. En dan eens kijken van waar verschillen we. Dan. En heb je daar een voorbeeld van voor ons? Nou, bijvoorbeeld bij de olifant, het olifantenverblijf, daar moesten allemaal hele hufterproeven rotsen in. Toen heb ik ervoor gekozen om ook een aantal van die rotsen in het bezoekersgedeelte te doen. Die rotsen hadden allemaal functies, maar ook een soort van ongedefinieerde functie van je kunt er ook mee spelen. He, dus het is een soort van object. En wat je dus ziet is dat die jonge olifanten, die spelen eigenlijk op precies dezelfde manier met die rotsen als de kinderen in het bezoekersdeel. Dus daar zie je een soort van spiegeling die heel aangenaam is. Ja, en daar durft hij dus op die overeenkomsten af te gaan. Ja, ja, dus ik had die rots ook niet kunnen maken. Die kost toch weer een paar duizend euro. Maar ik vond dat die rots daarin moest. Omdat het toch, zoals die affordances, het biedt een aanleiding die ik misschien nog niet helemaal zie. Maar je moet vooral heel veel aanbieden. En dan zie je waar op een dier aan of los gaat. Ja, en toch is dat antropomorfisme meestal ook gerelateerd aan inderdaad wat het antropocentrisme. Dus dat je ook de mens zichzelf als kroon op de schepping neerzet. Dat hebben we eeuwenlang gedaan. En nu nog steeds is het een reflex waar we moeilijk van afkomen, dat antropocentrisme. Hoe kunnen we die blik dan bij elkaar brengen? Dus dat je, kun je ons dit waarnemen leren? Martin ook. Ja, nou ja, die dierentuin van de toekomst, we hebben het over risico gehad. Hè? Dat risico, doordat die wolf er weer is, is er een soort van risico in ons landschap geslopen. En met de dierentuin van de toekomst zijn we daar ook heel erg mee bezig. Van, zou je meer risico in de dierentuin kunnen introduceren? Als je aan de ingang, bij de ingang van de dierentuin een bordje betreden op eigen risico zet, dan ga je beter ruiken. Ja. Je gaat beter luisteren. Je kijkt wel drie keer uit voordat je naar het leeuwenverblijf loopt. Dus ik zou overigens klapekster verblijf zou ik ook op eigen risico. Ja, nee, inderdaad. Moet je ook misschien een beetje en uitkijken. En heb je geforkt op. Nou ja, het zit hem ook al een beetje soms in het rundervee, hè, wat in die gebieden loopt. Hè. Ja. Er zijn een aantal van die Spaanse stieren bijvoorbeeld die in Drentse Wold lopen. Ja, dat kan even zo gevaarlijk zijn dat je een wolf misschien tegenkomt. Dus er zit ook iets, een soort gekke contradictie of zo. Dat is een soort van, dat wordt gewoon, ja, gewoon normaal gevonden. Terwijl er evenzo goed ook een gevaar zou kunnen zijn. Maar daar zie je ook wel dat mensen, hè, er zijn voorbeelden van mensen die hun kinderen op de rug van een Schotse hooglander willen zetten.
En ja, dan gaat het ook fout en dan wordt, ja, wordt dat dier... Niet wordt als een soort van man-cub wordt opgevoed. Ja. Nee, en dan wordt opeens met boos gewezen van... Oh ja, die Vicent, zie je wel dat het niet werkt om de Vicent te herintroduceren... want ze zijn veel te wild. Maar je zegt over de vogelverblijven... daar staat bij dierentuinen al wel vaak dat je niet je vingers er doorheen mag doen... Maar ik denk wat jij al aanhaalde in het begin van jullie gesprek is... dat het heeft ook voor mij te maken met die wolf en het hele onbekende. Ook de connotatie die er een beetje omheen hangt... Hè, van die verhalen die er over de wolven bekend zijn. Dat het een soort extra angst creëert. Maar vooral ook het onbekende. En ik denk misschien als we 5 jaar verder zijn... en die wolf heeft zich gevestigd hier... dat dat alweer heel anders eruit kan zien. En mensen er alweer heel anders tegenover gaan staan. Dus je hebt ook een beetje goede hoop? Ik heb wel goede hoop. Ik denk dat het gewoon een kwestie van gewenning is. Weer een soort van, het is nieuw, het is onbekend vooral. Dat roept angst op. Maar dat het over 5 jaar misschien weer totaal anders kan zijn. Dat voorbeeld voor zo'n stier waar je dan wel langs loopt. Terwijl je eigenlijk voor een wolf die misschien eigenlijk in een bosje... die wel of niet tevoorschijn komt. Want je bent eigenlijk blij misschien dat je misschien ook... ik in ieder geval wel dat ik er een keer een zie. Ik kijk even naar de klok. En ik voel even de temperatuur in deze ruimte. En we zijn bijna 2 uur in deze warmteruimte. En er is een bar vol met verfrissingen. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd hoe de wereld eruit ziet... als we dat vanzelfsprekende antropocentrisme in ieder geval weten los te laten. Ik denk dat de ideeën, de verbanden die Thijs Goldschmidt legt... de kunst van David Klaarblaut, maar ook de verhalen van Gemma Veenhuizen, Thijs de Zeeuw en Martin Brandsma ons daarbij kunnen helpen. En naar die toekomst durf ik wel uit te kijken. Dank jullie wel voor vanavond.